Jij bent 60 geworden dit jaar, als het goed is. Is dit jouw cadeautje aan jezelf, deze plaat? Nee. Sommige mensen zeggen van nou, mijn palen 50, 60, Paul. Wel, nee, maar ik had wel, er gebeurden wel een aantal dingen dit jaar dat ik dacht van nou, weet je, het is, ik zou best wel eens jouw jaar kunnen worden dit. Buiten, weet je, dat je op 60 was, soort van, weet je, dat ziet er goed uit, hè, zo'n 6 en een 0. En ik werd hier verleden jaar voor gevraagd om dit te doen. Dus, door wie? Door Blue Note. Blue Note vroeg aan mij of ik... of ik een plaat wilde opnemen met Metropool Big Band. En dan was ik zo van, what the fuck, weet je, waar heb je het over? Hè? En zij waren gewoon serieus. En nou ja, toen dacht ik van, nou, als jullie dat zo graag willen, dan laat het maar proberen dan. En ja, dat moest natuurlijk allemaal zo gecoördineerd worden. Dat valt niet mee, zo'n big band. En jij, weet je, met je eigen band en zo. Dus anderhalf jaar overheen gegaan. En toen was het opeens zover, 2 maanden terug. Heb je zelf hoe zeg maar, is die tracklisting gegaan? Heb je dat zelf uitgezocht? Ik heb wel een aantal dingen zelf erbij gedragen. Old Town van Phil Lynott heb ik erbij gedragen. Let's Spend the Night Together. Once Come Tumbling Down heb ik meegedaan. Wel ook een aantal songs. Maar zij hadden al een lijstje toen ze aankwamen. Ze hadden eigenlijk al een begin. Er zaten 2 nummers bij die ik niet kende. Maar toen ik ze hoorde, dacht ik van, oké, ik snap het, weet je wel. Welke waren dat? Die van Hue & Cry. Labor of Love. En if You Want My Love van Paul Mendonça. Dat was de enige die bij mij nog ontbrak. Ik wist niet waar hij van. Maar die woont een van de zwarte man die in Denemarken woont. Oké. Okay. En die kende ik niet. En dacht van nou, dat is eigenlijk wel leuk. Als ik ze niet ken, dan kent niemand ze waarschijnlijk, denk ik dan. Ja. Hè? En het is natuurlijk heel lastig als ik aan jou vraag van. Wat zou jij nou willen zingen, weet je wel, ik vraag me gewoon af, kijk, op een gegeven moment ga je beginnen, zij komen met een lijstje aan, waarop letten zij, zeg maar? Ja, ik weet niet, ik denk dat zij letten op wat geschikt zou kunnen zijn voor jou. En je begint met een lijstje waar misschien 60 songs op staan. En er zitten dingen bij die heel kitscherig zijn, weet je wel, ik ga niet Her Name Was Lola, weet je wel, dat gaat me te ver. En ik had ook andere dingen, weet je wel. Ik kan je wel titels geven, maar dat schiet niet op. Maar op een gegeven moment komt natuurlijk het punt steeds dichterbij dat de arrangementen geschreven moeten worden. Ja. En dan moet je natuurlijk gaan zeggen van wie je knopen gaan doorhakken. En zeggen van nou, oké, this is it, klaar. Maar ik kan me voorstellen, als je die arrangementen zeg maar, voor dit soort bands, zeg maar, die zijn natuurlijk anders dan bijvoorbeeld rockbands of zoals deze nummers geschreven zijn. Mm-hmm. Hoe is dat ontstaan? Zeg maar? Ik kan me voorstellen dat nummers dan ook nog afvallen of misschien juist beter worden naarmate je het arrangement hoort voor... Ja, maar het arrangement, kijk, je ontmoet de arrangeur, die is naar Los Angeles gevlogen. En de arrangeur ontmoet en... bepaalde dingen, toonsoorten moeten een hoger, lager, weet je wel, en zo, en dat bespreek je met hem. En je gaat ook je persoonlijke voorkeur uitspreken, je leert zo'n man kennen. En hij zegt ook van, ja, dit vind ik afgezaagd, ik wil dat een beetje spannend. Ik wil, zeg maar, ik vond het interessant om nummers met een begin en een eind, dat is geen fade-outs en zo, weet je wel, dat vond hij ook leuk. En dan kom je toch, in de middag begin je elkaar gewoon te begrijpen. En hij had... voor Brian Setzer Big Band gedaan, de arrangement gedaan. Ja. En dat was me eigenlijk wel zo'n van, nou oké, weet je wel, that's my man. En ik kon het gelijk heel goed met hem vinden. Maar hij gaat aan de slag en dan komt hij naar Nederland. En zit die band in de studio en die tekent de partituur open. En dan denk ik van, nou ik ben benieuwd wat hij ervan gebakken heeft. Dat weet je dus niet. Nee. Dus dat zijn hele verrassende momenten. De ene, je maakt bijvoorbeeld mee dat... dat Walls Come Tumbling Down bijvoorbeeld een bossa nova-achtig arrangement heeft gekregen. En ik denk van, nou, sorry, maar dat kan niet. Er zijn dingen, ik weet nog Spinning Wheel, dat ik van huis uit eigenlijk een kutnummer vond. Maar niet om het nummer, maar omdat die zanger, die kon ik gewoon niet tegen die zanger. En, dus Blood Orientier. Ja, die David Clayton Thomas, ik vond het zo'n lul, weet je. Nou kijk, vind je dat een lul, dan vind je het gelijk ook een kutnummer, weet je wel, zo gaat het gewoon. En toen zeiden ze van Blue Note, ja, maar het is wel een goed nummer en als jij het zingt, is het anders. Ja. Oh ja, oké. En maar dat is bijvoorbeeld een nummer dat heel erg goed is uitgepakt in mijn ogen. Maar hij begon met
Walls komt tamelijk down. Dus, ik denk, hé, wat gebeurt hier nou, joh? En op een gegeven moment, ja, laat me even rustig. Ik was echt zo van, wat? En ik de studio en ik zeg, wat is een fucking bossa nova? Dat is niet goed. Ik wil een beetje Motown. En toen zei hij, well, what do you want to change about it? Ik zeg, well, eerst de percussie en dan die koebel moet eruit en zo. Hij zei, go ahead. Nou, okay, go ahead. En dan sta je bij zo'n orkest en zeg je van, hey, ik wil een beetje zo, hè, wil een beetje meer ballen. Kon dat? Kon dat prima? Alles kon. Ja? Maar echt alles kon. Alles. Vond ik wel te gek toen ik dat merkte. Toen, noem het, ja, dat is... was wel heel erg, was een enorme opluchting, weet je. Dat je gewoon, dat je niet een soort van koorknaapje erbij zit, weet je wel. Maar dat je gewoon wel degelijk gewoon inspraak hebt en zo met bepaalde dingen. En dat het ook in dank wordt afgenomen. Ook. Dat is ook wel prettig. Was dit dan zeg maar het nummer Walls Come Tumbling Down? Was dat het nummer waar je het meest zeg maar, dan zelf hebt kunnen veranderen? Hebt gedaan? Ja, dat was echt dramatisch anders gewoon. Dat had een calypso-achtige feel had het gekregen. En dat was echt wel dramatisch, zeg maar. Die is wel dramatisch veranderd dan, zeg maar.